Hey, en leuk dat je kijkt naar deze opbouwvideo. Deze komende paar video's neem ik mee. Jullie over de opbouw van de Roosendaalse kermis. Eindelijk, Roosendaal is weer kermis. 1 jaar niet gehad. Ja, dat was het begin van het corona. Dus was het een twijfelgeval van, gaan we wel een kermis organiseren of niet? Het vorig jaar niet. Maar eindelijk is Roosendaal teruggekomen met een kermis. Een hele goede lijst. Ofwel, ik laat jullie hier wat mooie beelden van zien. En dan sluitend de review vanaf mijn eigen thuiskermis hier uit Roosendaal. Maar ik zou zeggen, geniet van de mooie beelden van de opbouw. En dan sluitend de review van de Roosendaalse kermis, ofwel de thuiskermis. En ook op de gondels blijven ze hier vernieuwen. Want eerst zag je echt een beetje van zulke stickertjes. Maar nu zie je ook van die stickers van rugnummers, dus van beugelnummers. Nou, dat is volgens mij ook nieuw sinds dit seizoen. En dat heb ik nog niet gezien. Dus echt leuk dat ze op deze attractie ook blijven vernieuwen. Dus dat echt gewoon potentie in zit. Echt heerlijk. Ook ben ik benieuwd naar de attractie voor volgend jaar van Niek Monen. Nou, echt leuk dat hier op de nieuwe markt weer een gedeelte van de kermis is verstreken. De laatste keer dat ik het nog weet, er stond daar zeg maar op midden de Eclipse. Of misschien het jaar daarvoor. Stond daar op, waar nu de Topolip stond, vroeger de Speedflip van Lauwers. En die staat nu op de oude markt onder Niek Monen met Toxic. Leuk dat die attractie toch wel weer is teruggekeerd. Maar echt leuk dat ook op deze locatie weer kermis is verstreken op de nieuwe markt. Kermis hebben.